Yo jongens en meisjes en welkom terug bij een nieuwe video. Ja, we gaan een nieuwe serie beginnen en dat is Hitman 2. Ja, ik ben er eigenlijk, ik speel al vaak. Dus ja, alleen ik heb het nog nooit geüpload, dus we gaan zien wat het geeft. Hopelijk gaan we er iets goed van maken. Top assassins working for the ICA. When all of their recent missions turn out to be contracts for a shadow client. Things take an unexpected turn. All their targets have been operatives in an invisible organization known as Providence. Providence has infiltrated the highest echelons of power and secretly owns our world. The Shadow Client wages a silent war against them. And so the Constant, Providence's enigmatic controller, seeks Diana out. His request: track down and eliminate the Shadow Client. In return, he offers something irresistible. The truth of 47's lost origins. Neither know that the man they hunt is 47's childhood friend. And unlike 47, he remembers everything. Okay. Hitman 2. Hey. Ik vind eigenlijk echt wel een nice game, eigenlijk, ja. Moet ik eerlijk toegeven. Alleen ik heb spijt dat ik nooit die andere games heb, opgenomen. Dus ik hoop dat mijn gamegeluid eigenlijk niet te luid staat, want ik was er eigenlijk mee aan het voetelen, want ja, en in een keer hoor ik ben niks meer bij Fortnite opnames, niks meer. Ik dacht, oh, foute boel. Dus ik hoop dat jullie iets horen. En hier zijn we dan. Op de locatie, ja. Understood. Alma Raynard's house is just up the beach. Our intel indicates that she and her team are laying low, most likely planning the militia's next strike. Raynard is one of the Shadow Client's top lieutenants, and yet she's not a target. Not yet, anyway. She's no doubt high on our client's list, but for now, it's information we seek. Infiltrate the house and get us a lead on the Shadow Client. Oké, we moeten hier in het huis iemand dus vermoorden, denk ik. Ja. Gaat alles leuk, ik hoop het wel. Ik hoop niet dat er niet te veel mensen zijn, want ja. Ik heb nog niet eens. Oh, een camera. Oké. Ik heb nog niet eens kunnen veranderen van. Moeilijkheidsgraad, dus ik weet niet op welke moeilijkheidsgraad dat staat. We gaan die even kapot maken. Good aim. Goed zo. Now, according to the local home security provider, the house is equipped with multiple cameras placed around the perimeter. I suggest you get rid of them, 47. Daar is er nog één. Ik ben nog niet goed te maken. Ja, je ziet het dus. Oké, die is kapot. Dat was er nog één, hè? Is dat hier? Nee, dat kunnen we niet zo pakken. Wat? Oh. Waar staan er nog camera's? Ik kon niet gepakt worden of zo door een camera. Zal maar eens laaien, dat is ook misschien eens handig. Ah, daar ze! Oké. Was dat? Ik hoop het wel, ik ga gewoon naar pit. Sinds wanneer zit daar een camera in? Of is... Oh nee, dat is een schroevendraaier. Dat is wel altijd leuk om mee te hebben, eigenlijk. Oh. Oké. Ik kan hier niet door. Wat? Kunnen we zwemmen? Ook niet. Man! Ah, hier kunnen we niet door. We moeten... Ja, oké. We moeten een sleutel hebben. Maar ik ga mijn wapen. Ja, dankjewel. Voordat er nog een camera is. Ik ben niet echt pro in deze games. Dus jullie moeten niet echt verwachten van. Ja, ik ga hier top content zien. Want nee. Gewoon niet. Op Acuria Gaming kan gewoon geen top content komen. Oh, we zijn gepakt. Denk ik. Alhoewel. Oh, maat, we waren net op tijd, denk ik ze. En het onweer, ik haat dat echt. Ook als ik in een game, ik haat onweer gewoon. Maar waarom moeten we nu langs binnen? Kunnen we gewoon iets kapotten of kunnen we hier binnen? Ja.
Brent, wat verwacht je nu? Dat die deuren gaan open zijn? A few moments later. Spelen. Kunnen we hier langs binnen? Ja, top. Top. Ah, wacht eens. Oké, we hebben het gevonden. Oké. En nu? Oh shit. Bodies. Male and female. Early 30s. Executed. I see them. Thank you over the pep. Poor bastards. Looks like Reynard's grisly handiwork, all right. She was never shut. Shh. Yeah. Why about collateral damage? The owners? Don't think so. The house is registered to a non-existing environmental NGO. This feels more like identity theft. Like you, Reynard is known to use disguises. Keep looking, 47. Ja. Nothing we can do for these people. Oké, ja. Ik vind het wel echt kut dat die mensen dood is. Allee, dat die dood zijn eigenlijk. Maar ik wil mensen vermoorden, alsjeblieft. Suiker. Honing. Waarom? Deze is echt wel zo ziek dat ze dat er al aan. Ja. Vodka, dat pakken we altijd mee. Dat kunnen we niet afslaan. Oeh. Die mes, dat vind ik echt een nice ding. Maar we kunnen het nog doen. Projector afzetten, want ja. Maar wat moeten we. Oh, wat is dat? Window. Oh, alles gaat toe. Ja, dat is misschien ook wel handig voordat er iemand kan van. Hey, wij gaan hier ook inbreken. Nou, nee, dat gaat niet goed komen. Sorry. Ik zal niet meer op zijn Hollands praten. Telefoon. Waar? Fuck. Ja, dicht. Oh! Computer. Wat? See if you can't access it. Okay. Oh. Fuck. Assuming there's a key, Reynard wouldn't just leave it lying around. Yeah. Wait. According to the floor plan, the room you're in should be a lot bigger. There might be a concealed space behind the wall. Check for hidden panels, 47. What? Oké, ik hoor een deur dicht gaan. Was het onze mate? Dat kan niet kloppen. Er zijn er sowieso. Hoi! Oh, wapens. Oeh. Ja, die ninja sterren neem ik sowieso mee, hè. Nee, ja, jongen! Ik neem die shotgun mee dan. Oh, en die knife. Yes, en wat is dat? Oh, granaatjes, dat is ook altijd wel leuk om. En een zwaard is natuurlijk ook wel. Is ook wel altijd natuurlijk heel leuk om te krijgen. Nu heb ik echt te veel wapens, hè. Wat ik. Droppen. Die moet ik echt niet hebben. Ik heb liever mijn wapen. Oké! Wow. Dan pak ik liever die shotgun mee. Sorry, mensen. Maar ik neem liever een shotgun mee, dat ik eens in de kop eraf kan knallen dan. Ja. Open. Sesam, open nu. Mate. Hier zijn we dan weer. Maar echt zo erg. Echt zo erg. Zo erg. Oh, sorry. Dat mag ik eigenlijk niet doen. Als ik deze spel speel, dan ben ik echt gewoon te gemeen. Oh. Masks. Rope. Chloroform. Looks like another kidnapping. I wouldn't put it past them. The Shadow Client is nothing if not industrious. Why is he doing this? Clearly, he has an axe to grind with Providence. Eh? Big enough to surround himself with murderers and terrorists. Big enough not to care who gets hurt in the process. He believes he's doing the right thing, I suppose. Just like everyone else. Thanks, no. Ha, wat ben jij grappig. Ja, en nu? Help! Oké. Okay. Oh, wacht, we gaan eerst deze structuur doen.
We gaan alles terug dicht doen. Ja, die is aan het pakken. Maar langs waar kwamen wij? We kwamen toch langs die kant? A few moments later. Aha! Wat is dat? Geef me camera. De picklock. Oh, jawel. En de... Ah, hier is het paswoord. Here we go. For the office computer, no doubt. Ik schrok me echt van mijn ei dat ik me in de spiegel kon zien. Alleen het raam. I'm in. Hurry. I'm detecting movement on the road. A motorcade. Fuck. Raynard's. Uploading the data. Kijk! Er komen mensen. Receiving it now. Hmm. Nothing on the shadow client or the other cells. No names, no aliases. I doubt she even knows whom she's working for. How vol? Wait, here's 47. A message from the blocks of Kronstadt Industries. And by the sound of it, ik spreek zeker geen sarcasme. A defector. Well, well, well. Client won't like this one bit. And you can't wait to tell him. Ja, we hebben vriendjes. Multiple hostiles. I see them. Damn. Okay, we've got all we're going to get. Go to stage 2, 47. Eliminate Reynard, and preferably without raising suspicion. One step ahead of the shadow client for once. Let's keep it that way. Allee, ze willen allemaal wel eens dansen en nee. Maar er zijn er zoveel, jongen! I thought this night would never end. What a snobfest. And I even missed out on the action. I'm sorry you had to endure all that free champagne and cello music, Orson. What can I say? You really took one for the team. Yeah, well, I say stick to what you know. Ja, dat is ook een night. Die moeten we dus doden. Die in dat rood. Maar denken die nu niet van what the fuck, hoe kan die dingen dicht zijn? Oké, iedereen kan ons nu te horen hebben. Als iemand nu langs hier komt, dan zijn we nu echt al gepakt. Dus zie. Als er een witte streep komt, dan zijn we eigenlijk echt al bekend genaaid. Nee, we gaan onze picklock niet kapot doen, want ik denk dat je die maar één keer kunt gebruiken. Dus we gaan gewoon terug langs de... In... Oh, we hebben ninja sterren! Daar moet ik echt een kill mee halen. Wat is dat? Kidnappingsplan? Appears Reynard's cell is launching another strike. Those are newer maps of a residential area in Wellington. Well, there's nothing we can do about it now. Our priority is the shadow client. Oh maat, als hier nu niemand komt. Of komt er wel iemand? Jawel. Die deur is al. Als we die deur nou eens dicht doen. We smijten gewoon een ninja ster. Ah. Jammer joh. Jammer. We gaan eerst een beetje in het donkere slepen. Hopelijk komt er nu echt niemand, want dan ben ik echt al zwaar gefakt. En ik ben nog maar een kwartier bezig. Oké. Okay. Thanks voor uw kleren. Oh, mijn ninja ster. Dankjewel. Oh! Maar ja, het pak die dan vast, dus zelfs komt er iemand. Oké! Okay. Goed jongen! Oké. Okay. Oké, wie kan ons... Iedereen kan ons nog door hebben buiten die bodyguards. Dus die mensen met de witte bol op hun boven hun kop, die kunnen mij nog altijd door hebben. Die kunnen nog altijd zeggen van... Hey, je bent niet echt. Nee, je gaat nu dood. Maar, waar zijn die lijken heen? Ja? Zitten die hier? Hè? Nee. Oké, daar komen er wel naar hier, denk ik. Kut. Oh. Mate! Zijn jullie nou echt achterlijk of zo? Oké. Ik denk aan onze kap. Ja. We hadden de kans! Maar denk je dat we het hebben gehaald? Nee, helemaal niet. Oké, ik zal normaal praten nu. Ik denk gewoon dat ik altijd leuk ben als ik zo praat, maar eeuw, eigenlijk niet. Wat? Oh, kan ik daar iemand serieus mee kletsen? Dat zou eigenlijk echt wel nice zijn. Kijk op tag, oké, ja. Goed.
Goed, goed, goed. Kunnen we hierop zitten? Ja. Kunnen we naar beneden? Ja, we kunnen naar beneden. We moeten die pannenkoeken eigenlijk echt wel pakken. Maar ja, gaan ze ons niet te horen hebben, dat is dan kei veel. Maar nee, joh, die gaan ons niet te horen hebben. Zeg jij nou? Ah, oké, okay, ja, dat is dus de grote baas van die mannen. Maar als ze hem hier nog zien liggen, hè, echt waar. 100 euro krijgen van mij. Is dat een beter wapen dan je shotgun? Nee, nah, alhoewel. Nah. Maar die kan ons ook al door hebben, ja. Hoeveel man zijn er met zo'n witte bol? Echt, ik mag die mannen niet met een witte bol op hun kappen. Echt waar. Ik kan niet eens niet meer leven, hè. En ik heb die garagepoort toegedaan. Waar ik het? Ah, jong. Ik heb zo maar serieus gaan spelen, zeker. Wat kunnen we hiermee doen? Oh! Oh! Thank you. En wat is dat? Kan je dat niet pakken? Maat, ik... Oh. Oh ja, rattenvergif. Kijk, nog iemand nu vergif hier. Oké. En... Ah, de picklock die blijft. Of ah, oké. Okay. Ja, ik ben iemand die speelt veel games dan dat. Ja, ik zie het. Ik zie het, jongen. Ik zie het. Waar ligt dat? Een blikje. Hey boys, ik ga terug naar binnen te scout. Ik moet dat meisje gaan vinden, hè. Ik moet echt gewoon straight naar de meisje gaan en gewoon... Klets! Als hij weg is, dan kan ik gewoon rattenvergif ergens in. En ik zou dat aan het drinken doen, want... Wie de fuck gaat er suiker doen? Vodka glaas, cup of tea. Ik denk dat ik gewoon aan die thee ga doen. Oh, ik heb nog iets. Oh, dat is ook vergif. Oké, dat wist ik niet. Dat wist ik echt niet. Vodka glaas, maar ja, ik heb die vodka opgepakt, dus ja. Ik zal niet ver komen, denk ik. Wat zou er gebeuren als ik de opzet, dan kijkt iedereen naar mij zeker. Je moet gewoon straight naar een meisje gaan en gewoon echt los de deur pakken smijten. Hem! Oh, ik haat het dat die altijd met drie zijn of zo. Oh, 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 oh. Oh, nee. Oké, die zijn aan het douchen, dus eigenlijk kan ik die nu echt gewoon direct afmaken, die dude. Oh, kijk. Oh, 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 die komt juist naar binnen. Toch niet. Kijk, dat is een kleedkamer. Dat is een kamer. Oké, okay. We gaan die niet laten liggen. Dan denken die van, oh. We zijn gefucked. Hopla. Well done, 47. Now get off the property. Goed, zijn we met door, zijn we met door. Dat is niet goed. Weg! Maak dat we hier weg zijn! Ah, kijk. Houdoe! Je gaat zien, als we nog 2 meters te gaan hebben, dan zijn we dood waarschijnlijk. Allee, dan hebben ze ons. Kijk, ze hebben haar gevonden. Nee, want juist dat er niet opviel, hè. Dat was net aan het praten en ik... Ja, dat is dood. Kijk. Ik heb een ninja sterren, vriend. Ik kan hem echt gewoon... Nu. Oh, jij hebt erom gevraagd. Ik vind het echt wel. Maar ze hebben mijn boot gevonden. Dus we zijn genaaid. Nou, maar we gaan die echt allemaal killen. Ik zweer het. Hier. Maat, laat me even die kerel killen.
Ai, kijk. Hoe kan je headshot, de eerste headshot die kapot. Ja, ik dacht, we gaan hier echt easy. Maat, iedereen heeft me te horen. Iedereen heeft me te horen. Mate, kijk niet naar mij. Ah, ze hebben iedereen gevonden, hè. Hoe zelf? Hoe kan ik hier op? Hoe? Moet ik hier inrijden of zo? Hallo? Kijk. Moet ik hier tegen schieten? Hé, hey, maar dat vind ik leuk. Dat vind ik echt altijd leuk. Nou, vuurwerk en al, ja. Nice. Oh! Huh? Hoe zelf? Ik ben altijd genaaid als ik dit spel speel. En ik hou van dit spel. Maar we gaan eraan. Yeah. Alhoewel, we gaan er niet aan. Want we gaan nu lopen, jong. Lopen wat dat gelijk is. En vertrekken. Oh. Ik heb nog nooit zoveel stress gehad. Normaal ben ik altijd clean in missies. Maar ja. Ik kan wel zeggen wat ik wil zeggen, maar ja, ik heb geen bewijs. Maar we gaan dat. En ene keer doe ik mijn facecam af. Dat is de eerste keer dat ik dit ooit heb meegemaakt. We gaan nog een missie spelen natuurlijk. De plank check! Ah, ik weet, gaan we nog een missie spelen of niet? Ik wil eerst weten dat jullie het leuk vinden, dus ik ga het nog even laten. Sorry voor de mensen die het wel leuk vinden en die verwachten nog een missie. Maar wat krijgen we nu te zien? Nou, ik speelde dit spel altijd, maar ik skipte altijd die cutscenes. Ik vond het echt niet leuk. Zijn dat nu foppels? Tokyo, Japan. Slechterik waarschijnlijk. A week ago, Providence was a threat. How did you swing the board? The board are practical people, 47. A blank check is hard to turn down. Besides, the Shadow Client's war on Providence is causing a global panic. Someone will need to stop the militia. Might as well be us. And the man on the train? Oh nee, de man op de trein. Op de trein. Niet op de trein, op de trein. Taking a contract for personal gain is against ICA regulations. Sodas would have been proud. Is that a sense of humor, 47? Whatever next? Crying at the movie? Haha! I know what it's like to have everything taken from you. He claims to know about your past. Your childhood, your memories, everything Ortmeier stole from you. And you trust him? About as far as I can throw him. But this is our best lead in 20 years. I say it's time we break a few rules. Gaan we een paar regels breken? Ja. Oh, vind ik echt wel leuk als we een paar regels mogen breken. Ben ik hier gewoon ook echt gewoon mijn toetsenbord aan het vernaaien? Omnames gaan fout. Oké, goed gedaan. We gaan de volgende keer verder. Dus ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Geef een like. Abonneer als je nieuw bent. Vergeet ook niet op dat belletje te duwen. Dan weet je wanneer ik iets upload. En dan zie ik u bij de volgende video. Ciao. We'll be right back.